Marek slaat zijn messen in het vlees. Marek staat met zijn handen in het bloed. En al weken, alsof alles erop wees, toch is het dat niet wat zijn aderen voelen. Zijn werk, zijn vrouw en kind. Zij, die hij met heel zijn hart bemint. Want pas weer thuis, ontwaakt hij uit de roes. En voelt hij zichzelf weer met de bloed.